Breda Nu. Je weet het meteen. Het eerste Bredase integratiediner werd georganiseerd door Stichting Buddy to Buddy Breda en de Stichting Welkomstaal in samenwerking met de Rotary Markena. Locatie van het diner was de NHTV aan de Sibeliuslaan. Onder het koken van Syrische en Hollandse gerechten kon men kennis maken met elkaar en met elkaars cultuur. Vanavond gaat hier een heel leuk diner plaatsvinden, een integratiediner. Hebben wij samen georganiseerd met Welkomstaal. Wij zijn van Buddy to Buddy Breda. De betrokken ondernemers en de Rotary Mark N.A. U heeft hier vandaag gekookt, maar kunt u ons misschien vertellen wat u gemaakt heeft? We hebben veel gerechten gekocht. We hebben Syrisch en Nederlandse eten gekocht. Maar ik zelf heb shakshuka gekocht. Shakshuka, wat is dat? Ja, het is lekker, maar... Het is tomaat, paprika, uien. Oh. Uien. mijn Nederlands is net zo... Nou, ik versta je goed hoor. Nee, dat is geen probleem. Ja, allemaal gekookt. En een beetje kruiden. En de rest is verrassing. Ik sta hier bij iemand van de Rotary Club. Kunt u mij vertellen waarom dat je dit initiatief aan meedoet? Ja, dat kan ik vertellen. Wij zijn betrokken bij Stichting Welkomstaal. Die vooral statushouders helpt met hun Nederlands. En wij dachten, we moeten iets doen om te zorgen dat we meer in contact komen met nieuwe Bredanaars. En hoe kunnen we dat nou beter doen dan met elkaar gaan eten? Heeft dit straks ook nog een vervolg of stopt het straks hiermee? Ja, wij hopen dat het doorgaat, dat het stokje wordt overgedragen door anderen die zeggen van nou ja, dit moet structureel plaatsvinden in Breda en wij willen graag de volgende editie op ons nemen. Breda Nu. Je weet het meteen.